Hey Paas. Ja, want daarin is de taakverdeling ten alle tijden heel duidelijk, commissaris. Dat is een hele klassieke taakverdeling. Je mag dit elk jaar doen. Ja, maar nooit voor zoveel mensen. Nee, dat is nou voor het eerst. Daar is u te danken aan Henk Emmers. Ja, gewoon eerst geregeld dat het in de grote zaal is. Ja, als u zo kijkt vanavond, u zit daar. Je ziet geen moer als je hier staat, hè? Dus dat, wij kijken maar, we zien niks. Ja, nee. Dus we geloven dat er inderdaad zoveel mensen zitten. Wat viel u op als u vanavond hier zit? Wat voor gevoel krijgt u? Nou, echt, en eerlijk gezegd, hier en daar wat plagere opmerkingen van Arjen Lubach versterken dat nog. Een enorm gevoel van zelfbewustzijn. Wij zitten hier, we staan ons mannetje. En ook als we dat niet elke dag zeggen, we zijn hartstikke goed. Mooi. Dat maakt het ook toch een leuke avond. En dat blijkt ook wel. Buiten is het weer koud, maar binnen is het heerlijk. Binnen is het heerlijk. We zijn hartstikke goed en daar zitten nu drie mannen bij elkaar. Het mooie zou zijn dat we nu wel even een hartslagmeter zouden hebben. Dan was ik benieuwd of ze nu nog net zo cool erbij zouden zitten en of de hartslag nog net zo rustig was als dat hij daar net was. Ze ontkennen dat ze zenuwachtig zijn. Ik heb het precies gevraagd. Ik geloof er helemaal geen zin. Je ziet ze ook heel cool zitten. Ja. Mooi. Zullen we nog even wachten, jongens, met bekendmaken van... Ja, prima. Als ze zeggen, laten we dat niet gaan doen. Commissaris, ik zou zeggen, als u daar plaats heeft... Telt u mee dan? Zullen we dat doen? Gaan we van 5 naar 0. En dan drukt de commissaris op de rode knop. En dan weten we zo direct wie de winnaar is van de Groningen Ondernemingsprijs 2024. 5. 4. 3. Volgestapelde woonkamer op een gegeven moment heel groot is geworden. Dus wij vinden het mooi, daar krijgen we het ook warm van, om te zien dat we een omgeving zijn waarin kleine bedrijven heel groot kunnen worden. We zijn, en daar zeg ik denk ik niks verkeerds mee, ook een beetje verliefd op het product. En dat heeft er alles mee te maken dat je met dat product, sexual wellness heet het dan op zijn oud-Gronings. En gezondheid daarmee dus ook in heel veel slaapkamers brengt. Dus het is, je hebt de seksspeeltjes geëmancipeerd. Ik herinner me dat ik op gemeentebezoek was in Veendam. En dat er heel voorzichtig in mijn kabinet werd nou, afgetast is een ingewikkeld woord nu. werd gesondeerd was wel even of dat gepast was. En ik werd er alleen maar heel nieuwsgierig van. En mijn nieuwsgierigheid is in alle opzichten bevredigd daar. Ik laat ze even alleen trouwens. En wat ik heel mooi vind, en de jury ook, is hoe jullie, waar je de keuze zou kunnen hebben, we kunnen een heleboel volledig automatiseren. We kunnen robots laten rijden, dat je zegt, wij weten in wat voor omgeving we het doen.
En we willen daar een goede werkgever zijn. En we bemensen ons bedrijf dus ook met mensen die meer moeite hebben dan anderen om aan de bak te komen. Dat maakt het ook prachtig. En als je dan zegt, we hebben onze eigen bedrijfsfitness, we lunchen samen en doen daar de inspiratie op voor het volgende bizarre kanaal voor de marketing. Ja, dus je hebt heel veel wegen begaanbaar gemaakt die tot nu toe nog niemand had begaan. Ja, dan ben je een ster. Dus daarmee win je vanavond. Zegt de jury. En dan nog natuurlijk, zoals aangekondigd. En wie dit boek zou hebben gelezen, die had het al geweten, want hier staat het allemaal op. Dankjewel. Vanuit het vertrouwen. Ja, Erik, dat zijn ze juist al. Ik wil graag een medewerker voorbij hebben. Ik wil een vrouw hier komen. Ik zou zeggen, mensen van de Easy Boys, kom hier naar voren. Erik Iedema, stadion alleen, maar hij gaf het zojuist aan. Hij doet het niet alleen, samen met jullie. Dus kom deze kant op voor het fotomoment. Nog eenmaal een groot applaus voor Bova, voor online veiligheid.